als je tafeldame mag zijn bij De Wereld Draait Door en je hebt een soort vlog, dan ben je wel gek als je niet een van je favoriete medewerkers, hoe noem je dat, Nico? Een van je favoriete... Ze zijn me hier dichter gaan noemen. Van je favoriete dichters dus? Ja. Vind je jezelf eigenlijk een dichter? Nee, het is wat ik het minste doe eigenlijk. Dat is wel gek. Ik doe alleen, ik schrijf wel heel veel, ja? Maar eigenlijk nooit meer gedichten. Alleen hier. Maar daar moet ik ook nog een enorme strijd voor voeren. Dat schijnt nog wel discussie over te zijn binnen poëziekringen. Of het wel gedichten zijn? Of het, ja, de eeuwige discussie of het wel gedichten zijn. Ze rijmen niet. Maar ze hebben wel, ze rijmen niet. Nee. Ze zijn muzikaal meer. Ze hebben wel, nou dat zeg ik natuurlijk, maar ik weet, dat is wel wat het voor mij onderscheidt van een gewone tekst. Dat het een ander ritme heeft. Maar jij bent eigenlijk meer een muziekman bijna nog dan een dichtman, hè? Ja. Ja. Maak je nog veel muziek eigenlijk? Ik maak heel veel muziek. Wanneer en hoe? Ik heb vorige week nog in een kroeg in Groenlo gespeeld met mijn bandje. Dat was heel lief. Er kwam Matthijs, die kwam kijken, braaf, omdat ik in de buurt was. En dat was, en mijn vriendin was er en zo. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. In een volkomen ruige kroeg ergens in de Achterhoek. En lees ik ook gewoon voor. En dan weet je, dan roept de helft van de kroeg roept broek uit en de andere roept al de oude mensen die willen luisteren. En dat vind ik het fijnste. En kan je zeggen dat je dan eigenlijk wel een soort gelukkig bent? Ja, dan als ik speel, ja, dat als ik met mijn bandje, dan speel ik al bijna 20, ja, met de drummer speel ik zelfs al 30 jaar. Het is nog steeds zo, we oefenen iedere zondag, ook al 30 jaar, op zondagavond. En als hij dan 4 keer, weet je wel, dat zo, doet hij tik, 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 en dan beginnen we. Daar kan... Daar kan niks tegenop, nee. Nee, daar kan eigenlijk niks tegenop, nee. Nee. Schrijven is ook weer barstiger, vind ik, dan muziek maken lijkt me. Ik bedoel, schrijven komt uit een ander deel van jezelf dan de muziek, hè? Ja, hoewel ik zeg maar, dat geldt wel voor als ik thuis schrijf. Maar juist nou wat ik hier doe bij De Wereld Draait Door, voor mij, dat zeg maar, de charme voor mij zit hem daarin niet. Dat het, weet je wel, ik schrijf niet een nieuwe mij van Gorter, weet je wel, dat snap ik ook wel. Maar het is wel hier... Het is wel zonder vangnet schrijven, weet je wel. Ik vind het iedere keer weer spannend als ik hier naartoe ga, van wat gaat er nou weer komen. En het is schrijven met een deadline van 40 minuten in een live uitzending en je weet dat er veel publiek is. Dus het is een soort van... Dat geeft mij in ieder geval energie voor een dag of 4 als ik het heb gedaan. Ik ga even naast je staan, want ik ben een beetje raar aan het... Ja. Ben je nooit bang geweest eigenlijk voor deze klus? Kan ik dit wel en hoe moet dat dan? Nee, nooit. Oh nee? Nee. Het gekke is, het werkt dus zo dat ik ben wel een keer bang geweest. Ik kon het niet, dat gebeurde midden in een gedicht. Ik kon mijn handschrift niet meer. Dus ik verbeter heel veel in, terwijl dat bandje nog aan het spelen is. Dat is in de laatste minuut. Dan maak ik echt de beslissingen van, nee, die toch niet, die niet. En meestal, en nu, ik kon het gewoon niet meer lezen. En toen,
En je wist het ook niet meer? Nee, ik kon het echt niet meer. Normaal bereik ik het nog wel recht, maar het was het laatste stuk. Dus ik ging naar een adembenemende apotheose en toen viel ik stil. En toen zei Matthijs, die gaf me even tijd. Toen zei hij, rustig Nico, dat maakt het ook niet echt beter. En toen zei Adriaan van Dis, die maakte een grap. Toen zei hij, dit is ook wel eens lekker, dit. En dat gaf mij weer de tijd om te... Het gekke is, dat vond ik wel, dat ontroerde mij zelfs wel een beetje. Want het zit toch altijd in je achterhoofd van, oh jezus, nou word ik gewoon, weet je, nou, dit was het. Nou, dan word ik helemaal afgemaakt. Er zijn mensen heel ontevreden en zo. En het gekke is dat mensen toen pas... Ik heb er nooit zoveel reacties gehad. Nou, dat mensen toen pas daarna begrijpen van, fuck, die gast die zit dus gewoon... Het gaat eigenlijk anders nooit mis. Ja. Dat gebeurde er eigenlijk. Ja. Dus het werkte. Dus ik kreeg een betere band met het publiek. Omdat ik een keertje de mist inging. Now if you give me wheat, wax and wine. And you show me a sign. That I'll be willing to be moving. I remember, when we used to sing in Government Street in Princeton. Over surfing the hypocrites. Heb je een stukje al klaar voor straks? Nooit. Ik schreef nooit een woord voor ons. Nee? Wanneer ga je schrijven? Tijdens de uitzending? Op het moment dat Matthijs... Dus op het moment dat Matthijs zegt... zit ik heel trots. Dat is een soort... Ja? Nee, maar ik, als Matthijs, dat is een soort afspraak. Als Matthijs, dat doe ik al vanaf het begin. Ik heb nooit vooral wat geschreven. Dus het is dus als mensen... Als mensen hun... als Matthijs zo staat, weet je wel. Ja? En hij somt al die namen op. Dan doe ik mijn boekje open. Oh, echt waar, dat Hanneke. Dat wist ik niet. Ik kan het ook zo laten zien. Er staat geen aantrekening, niks geweldig. In mijn boekje. Geweldig. Dus ik ben benieuwd. Ik heb geen idee waar het vanavond hoort. Nee. George Baker. Ja, George Baker. George Baker. Ja, verheugen is vreselijk hoor. Ja. Nico, ik ga eten. Ga jij hier ook smakelijk eten? Smakelijk eten. Ik heb al gegeten. Okay. I remember when we used to sing in a government street in Princeton. Over surfing the hypocrites. Oh, try to mingle with the people beyond. Good friends we have, good friends we lost. Along the way, oh, in this great future, now you can't forget your best.